SAMAP proposals besproken in steering committee. Het Suriname Market Access Program SAMAP heeft de mogelijkheden geboden aan agrariërs om ten behoeve van hun onderneming zich in te schrijven voor een grote of kleine grant. De launch voor deze grant begon in september 2019 en liep tot 31 oktober 2019. Het doel van deze grant is om de productiviteit van landbouw en landbouwverwerkingsbedrijven te stimuleren. De grant zullen ter beschikking worden gesteld aan landbouwers, verwerkers en agrobedrijven in de vorm van equipment en landbouwgerelateerde diensten. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.